Ik heb het toch gehad over wanneer is het juiste moment om met iemand naar bed te gaan. Wat heel belangrijk is, dat heb ik al ooit in een van mijn vlogs gezegd. Zolang jij niet over jezelf hebt nagedacht, wat jij wil, wat jouw wensen zijn, mag jij je huis niet verlaten. Omdat, zodra je naar buiten gaat, de deur uitloopt, dan kom je zoveel mensen tegen. Ik noem het zoveel mensen, zoveel mensen. En als je niet uitkijkt, word je voor de leeuwen geworpen. Want stel je voor, je komt man A tegen, hij wil dit. Je komt man B tegen, hij wil dit. Man C wil dit. Vriendin zegt zo, die vriendin zegt zo, die zegt zo. Zie je? Allemaal, allemaal, allemaal. En naar wie moet je luisteren? Dan word je heen en weer geslingerd en uiteindelijk weet jij het niet meer. Terwijl, en vooral, als je van die vriendinnen hebt met hele sterke meningen, dan zonder dat je dat doorhebt, laat je die mening van een vriendin doorslaggevend zijn. Het kan dat je elkaar meeneemt in die reis, maar je moet elkaar ook de ruimte geven en vooral met respect behandelen en vooral respect hebben voor elkaars mening. Als jij het op deze manier wil doen, dan moet je dat vooral doen. En als jij het op die manier wil doen, dan moet je dat zo doen. Maar we moeten proberen, we mogen onze mening geven, maar we moeten proberen om niet onze mening op te leggen aan elkaar. Want weet je wat het is? Wat wel een gegeven is, zolang wij 's avonds ons huis binnengaan en die deur achter ons dichttrekken, weet jij niet wat buurvrouw doet en wat buurvrouw doet? Je weet het niet. En pas op. Mensen kunnen een hoop roepen, maar we weten het niet. Ik ken genoeg voorbeelden. En vooral, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat weer? Leg jouw mening niet op aan een ander. Je kan jouw mening geven, maar niet opleggen. Want voor jou is dit oké. En dat is voor jou oké. Maar geef elkaar de ruimte om gewoon te doen wat iemand zelf hebben wil. Want alles at the end is alles oké. Wat jij vindt is oké, maar wat zij vindt is ook oké. En wat zij vindt is ook oké. Neem het mee. Volg vooral dit. Want die vrouw met de sterke mening, die volgt ook dit. Alleen, ze is verbaal heel sterk. Dus ze gaat haar mening aan jou proberen op te dringen. En als je zwak bent, dan ga je twijfelen, dan weet je het niet meer. Let daarop. Maar vooral elkaar in elkaars waarde laten.